Een oud collega van me die was hier begonnen en die vroeg, goh, we zoeken nog een directeur bedrijfsvoering, is dat niet wat voor jou? En ik ben in gesprek gegaan en het verhaal dat raakte me wat hier verteld werd. Dus ik dacht al snel, daar wil ik bij horen. Ik ben Roel van Lanen, ik ben directeur bedrijfsvoering bij het ROC van Amsterdam en Flevoland voor twee mbo-colleges, mbo College Poort en mbo College Almere. Als directeur bedrijfsvoering ben je vooral bezig om ervoor te zorgen dat al onze docenten, al onze medewerkers hun werk kunnen doen. Elke dag ziet er ontzettend anders uit weer dan de dag ervoor of de dag erna. Dus kan de ene dag bezig zijn met een begroting of een gesprek met de gemeente. Andere dag ben je met studentenraad in gesprek over afvalscheiding, dat soort zaken. Dus het kan echt van alles zijn. Elke dag is anders. We hebben vaak aan het eind van een week of een dag dat we tegen elkaar zeggen, het was weer geen saaie dag. Ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat je hier functies hebt, dat je hier banen hebt waar je eigenlijk niet aan denkt als je niet uit deze wereld komt. Ik kom zelf uit de private sector, uit het bedrijfsleven, een consultant geweest. En dan zie je gewoon niet wat er in het onderwijs gebeurt en wat er in deze organisatie gebeurt. Als jij echt nog wat wil en je wilt het op een betekenisvolle manier doen, in een betekenisvolle context. We zijn een school, een mbo-school, midden in het hart van de samenleving. En jij wil ook nog voor jezelf beter worden en groeien. Ik denk eigenlijk, je moet ook elke dag wat meer vragen van jezelf. Om beter te worden, om te groeien en om die studenten gewoon nog beter te kunnen helpen naar een succesvolle carrière.